bij alles wat ik doe of wat ik zeg, zal die loftuiters hebben en die mensen die het niet leuk vinden. Die zijn er altijd allebei. Nou ja, dat kan je wel een miljoenenbedrijf noemen, denk ik. Ja. Hoe ziet de top 10 shorts van 2022 eruit van het YouTube-kanaal voor ondernemers 7D-TV? Hartstikke leuk dat je kijkt. Mijn naam is Ronnie Overgoor en op 7D-TV ga ik in gesprek met ondernemers. Ik maak interviews met ondernemers en dat doe ik 2 dagen in de week. Op dinsdag en op donderdag een nieuwe video. Dus dat betekent zo'n 100 per jaar. En dat doe ik om jou als ondernemer of als persoon die geïnteresseerd is in ondernemerschap te inspireren. Want hoe kun je nou beter geïnspireerd raken over ondernemen en ondernemerschap door naar ondernemers zelf te kijken. En dat is mijn doel met dit kanaal. Dus mocht nou ondernemen of ondernemerschap helemaal jouw ding zijn en je wil er meer vanaf weten en je wil leren van andere ondernemers, abonneer je dan op mijn YouTube kanaal. Dan maak je mij heel blij en jij wordt automatisch op de hoogte gehouden van alle nieuwe video's, ook weer in 2023. Nou, jullie zagen het al in de thumbnail en in het begin van de video, de spoiler alert, de eerste 2 plekken van deze top 10 die worden bezet door Arie Boomsma en Erika Renkema. Niet zo raar natuurlijk gezien hun landelijke bekendheid. Ze waren hier te gast om te praten over hun rol als ondernemer. Want dat zijn ze natuurlijk allebei. Arie Boomsma, inmiddels 4 Vondelgyms. Je kan vinden wat je wil van Arie Boomsma, maar het is wel een ondernemer. En Erika Renkema heeft natuurlijk ook gewoon een miljoenenbedrijf met haar Meilandjes. Dus die staan op de eerste, tweede plek. Maar wie staat er op 1 en wie staat er op 2? Dat is natuurlijk de grote spanning van deze video. En daarnaast 8 anderen die het waanzinnig goed deden dit jaar. Dus nogmaals, vind je ondernemer leuk? Abonneer je op ons kanaal, maar voor nu de top 10 shorts van 2022 van 7D-TV. Veel kijkplezier. Eigenlijk is bij mij het probleem dat eerste glas altijd vroeg om een tweede glas en dat tweede glas altijd vroeg om een derde glas. Dus bij mij was er gewoon nooit een einde. Het was niet zo dat ik op woensdagavond dacht van nou, ik moet echt afschakelen. Ik moet een wijntje hebben, anders kan ik niet ontspannen. Maar op vrijdagmiddag 3 uur had ik zo'n verliefd gevoel in mijn buik van zo, vanavond gaan we even helemaal los. Ja, en als ik losging, ik stopte gewoon niet meer. Dus ik werd altijd aangeschoten, altijd dronken eigenlijk. Ik was een jonge hond natuurlijk van 21 die een heel leuk idee had. Niet met het idee, oh, ik moet straks serieus mensen gaan managen. Ik heb zelf een beetje een autoriteitsprobleem. Dus ik loop ook niet als de grote baas rond op kantoor. Bij mijn collega's stond ik te dansen iedere dag in kantoor omdat we het naar ons zin hadden en leuk. Maar op een gegeven moment als je gaat groeien, merk je dus dat je helemaal geen vrienden bent met die mensen. Maar ben je eigenlijk gewoon de eigenaar en zo word je dan ook wel echt gezien. De echte goede ondernemers, de meest inspirerende ondernemers die ik spreek, dat zijn ondernemers die, ik noem dat altijd originals. Dat zijn mensen die een eigen mening hebben, die een eigen idee hebben, die een eigen visie op een probleem hebben en die vanuit dat punt hun eigen koers varen. Je moet denk ik gewoon heel eerlijk zijn als je begint met ondernemen, is waar ben je goed in en waar ben je niet goed in. Maar dat begint ook heel erg met groot denken. Je moet gewoon fucking groot denken. Dus maar gewoon echt, je moet gewoon, als je denkt van we gaan een $1 billion company bouwen, dan neem je al heel anders je telefoon op. Ik ben echt van de een op de andere dag met een paniekaanval helemaal uitgevallen. Het was echt wel heel erg lang toegewerkt naar een piek, naar een closing. En die closing was die dag, dus het was klaar. Dus het zou iets rustiger even worden, dus had ik heel erg naar uitgekeken. En ik mocht naar huis, ik stond mijn tas in te pakken en toen kwam de partner voor wie ik werkte, die kwam de kamer weer binnenlopen met een nieuwe zaak. En hij zei, we kunnen meteen weer door, ga zitten. En toen is er gewoon iets geknapt in mijn hoofd. En toen schrok ik en toen moest ik heel hard huilen. In huilen uitgebarsten, op de grond gevallen, hyperventileren. Je weet niet wat je overkomt. En het enige wat ik alleen maar dacht was, oh, dit moet zo snel mogelijk weer over zijn, want ik moet weer aan het werk. En toen heb ik op maandag HR opgebeld. Ik kan niet komen, ik weet niet wat er met mijn hand is, maar ik kan helemaal niks. Ik was eergisteravond op stap in Groningen, daar kom ik vandaan. Ja. Nou, dat is gewoon echt niet te doen meer. Zolang mensen gewoon positief zijn, vind ik het prima. Als mensen om je nek gaan hangen en stoel gaan doen en stiekem gaan filmen, dan ben ik wel klaar. Ik begon op social media gewoon heel serieus, dus ook zelfs in het Engels. Hele serieuze teksten over voeding, fitness. En ik merkte gewoon dat 1, heel saai was om te lezen. Ja. 2, iedereen deed dat al. En 3, ja, eigenlijk was ik gewoon, als ik ging trainen, waren we gewoon echt gewoon lekker, hadden we altijd plezier. Liepen we altijd een beetje te schreeuwen en te doen met de gasten gewoon. Ik denk, nou, dat gevoel, dat wil ik gewoon graag overbrengen. En zodoende ben ik dat gaan doen in de video's gewoon online. En dat sloeg gewoon heel erg aan.
If it sounds too good to be true, it is too good to be true. Veel van dat soort businessmodellen zijn eigenlijk verkopers van cursussen. En daar verdienen ze hun geld mee. 80% van de gasten die je op video ziet, die hebben geen huis op Ibiza, maar die huren het voor een weekje en die verdienen geen 10.000 euro's per maand. Laat je niet gek maken door dit soort verhalen. Dat wil niet zeggen dat je met dropship geen geld kan verdienen. En het wil ook niet zeggen dat je met vastgoed geen geld kan verdienen. En het wil ook niet zeggen dat je met crypto geen geld kan verdienen. Maar het is niet zo makkelijk als dat veel van dat soort gasten jou doen geloven. Op een gegeven moment weet ik, oké, alles wat ik doe of wat ik zeg, zal die loftuiters hebben en die mensen die het niet leuk vinden, die zijn er altijd allebei. Dus ik moet zorgen dat ik mijn eigen koers goed hou en dat ik mensen om me heen heb die kritisch zijn, maar ook dat ik me nooit laat leiden door die lof, dingen gaan maken omdat anderen het tof vinden of dingen niet doe omdat deze mensen klaarstaan om het aan te pakken. Nou, ja. In Holland. Per jaar? Ja, per jaar? Nou ja, dat kan je wel een miljoenenbedrijf noemen, denk ik. Ja. Ja? Dus niet heel veel miljoen hoor. Maar... Nee, maar wel boven de één, zeg maar. De dochters zitten niet in het bedrijf, maar die krijgen wel een vergoeding voor het verschijnen in de serie. Dus die sturen mij gewoon een factuur. Ja. Maxime stuurt de factuur. Er gaan allerlei facturen heen en weer. Wij zijn gewoon in dienst. Ja? Nee, ik ben ook de manager, maar we hebben natuurlijk geen managercontract of zo. Want bij Martin en ik... Bij Martin en mij is gewoon alles 50-50. Dus wie wat ook doet, gewoon 50-50. Zo is het altijd geweest. Ja. En zo blijft het ook. Dat was hem dus, de winnaar, Erika Renkema. En het was te verwachten, want daar zijn zoveel views op geweest. Was met kop en schouders de eerste plek. Maar een hele goede tweede met Arie Boomsma. Dankjewel voor het kijken. En nogmaals, vind je ondernemen leuk? Vind je ondernemerschap tof? Abonneer je op CVD TV en mis niks meer in 2023. Voor nu, dankjewel voor het kijken. Hoi! We'll be right back.